staan op station Zwolle. We staan in een nieuwe reizigerstunnel. Zoals je kunt zien wordt er gewerkt aan de trapopgangen voor de nieuwe tunnel. De aannemer is begonnen met het verwijderen van de beton van de bestaande vloer. En die vloer, daar zit de beton in de damwandkassen, dat moet er weg. En normaliter hak je dat weg. Maar in dit geval heeft de aannemer besloten om dat af te splijten. En op die manier heb je veel minder geluidoverlast voor de reizigers die hierboven de trein nemen. Die techniek is afkomstig uit de steenhouwerij, met name in winningsgebieden zoals IJsland. En hier wordt die toegepast om die neuzen dus van de vloer af te halen. Dat zijn er 47 stuks van 1,60 meter hoog. Dus dat zijn behoorlijke stukken beton. Normaal wordt die in Nederland bijna niet gebruikt, omdat het eigenlijk meer in de bergen wordt gebruikt. Je boort een paar gaten en je breekt hem netjes af naar beneden toe in één keer. En eigenlijk heb je in een paar uur heb je hem eigenlijk voor de helft al gesloopt. En dat is het grote voordeel. En je houdt het langer vol.